Het is weer autotijd. Altijd leuk. Vanmorgen nog recent nieuws over auto's in Frankrijk. Daar gaan we het zo meteen ook nog eventjes misschien over hebben als we er tijd voor hebben. In de studio is Ben van Tilburg weer. Vaste gast van de show. Ben, van harte welkom. Leuk dat je er weer bent. Dank je wel. En je hebt een prachtige vrouw in je zijde meegenomen. Ja. Wil je die eerst introduceren of zeg je van nou... Ja, tuurlijk. Ja? Joenny Ritsma is meegekomen. Ras verkoopster en ras autovrouw. En wellicht is het leuk hè, om haar visie op het autogebeuren eens even te zien. Ze heeft toevallig dezelfde autoopleiding gedaan als ik. En dat was, de autoopleiding? Is daar een opleiding voor? Ja. Hoe, zeker. Ja. Hoe zet je mensen af? Autoverkoper? Ja. Nee. In Driebergen. Dat is ja? Echt, al heel wat jaartjes. Voor mij wel 40 jaar, denk ik. Zeker wel. Ja, langer. En dat heet dan de auto... Het IVA. Oh, de IVA. Instituut voor Autobranche en Management. Dat is een... dat is echt een hele mooie opleiding. Dat omvat alles dan binnen de autowereld, denk ik. Hè? In de tijd dat ik erop zat, zaten er 450 jongens op. Maar goed, Joenny zal er meer over vertellen. Hoeveel vrouwen zaten erop dan, Joenny? Nou, toen 5. Dat was toen best wel uniek. Ja, in jouw tijd was 10 jaar voor mij. Ik zat van 1999 tot 2001. In mijn jaar zaten toen 900 studenten, waarvan 27 dames. Ja. En tegenwoordig zijn het ongeveer 54 vrouwen die op de IVA zitten... op ongeveer hetzelfde aantal studenten. Ja, oké. Ja, dus keus genoeg. Maar in jouw tijd... Ja, dat was wel een lekkere tijd natuurlijk, hè? When I think of you nog even. Ja. Om even jullie sferen te blijven. Ja. Ja, nee, olie checken en zo, weet je. Ja. Oliepeil is hier. De belstok trekken vandaag, dames en heren. Koplampen bij... Nou goed. Hoe was dat in jouw tijd dan heel vreemd, Ben? Keek je dan raar tegen die dames aan? Nee, dat is toch een mannenwereld, hè? Laat het eerlijk zijn. Nee, maar het was hartstikke leuk. En sowieso, vrouwen hebben toch een andere kijk op dingen. Maar het was op die school aan zich was het wel uniek in die tijd. En, maar je merkt gewoon dat er nu toch vrouwen en auto's... bij ons op bedrijf doen we natuurlijk ook, ontdekken we ook steeds meer... dat dames om wat voor reden dan ook alleen zijn... en dan alleen naar de showroom komen. En vroeger had je echt dat standaard van... de man die deed technische praatje... En de vrouw kreeg dan nog even de folder van... joh, en die koos de kleur. Kies nog even de kleur. Ja, ik neem de vrouw altijd mee voor het afdingen. Ja. Oké. Okay. Ja, dan is het wel fijn dat ik een mannelijke verkoper tegenover heb. Want als je dan een vrouw tegen... dan werkt dat minder. Nee, werkt dat minder. Nou, ik merkte dat... Ik heb 16 jaar auto's verkocht... en ik ben sinds een paar maanden langs de A6... weer begonnen bij een autobedrijf. Ja. En hier in de buurt. En je merkt gewoon dat mannen met mij minder in onderhandeling gaan. Ja, hè? Durven? Of? Ja. Nee. Dat is geen kwestie van durven. Het is gewoon macho gedrag. Ja. Gewoon van, ik wil niet door een vrouw geholpen worden, krijg je dat ook? Toevallig heb ik van de week voor het eerst een meneer aan de telefoon gehad. En mijn werkgever die zat naast mij en die hoorde dat gesprek aan. Die dacht, wat is zij nou aan het doen? Ja. En die man die bleef mij halen van... ik moet eigenlijk een man spreken. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ik zou geen auto bij een vrouw kopen. En gek is dat, hè? Vroeg die wat mijn functie was. En toen zei ik, ik ben sales manager. Ja. Nee, dat is een grapje, hoor. Ja. Ik zou het juist wel leuk vinden. Ik ben de baas. Hij is wel nog geweest. Een bedrijf in Almere is er ook. Die heeft Mazda verkoopt, Lancia en wat hebben ze nog meer? Alfa Romeo. En daar werkt ook een dame. En we hebben ook ooit een keer bijna een auto gekocht. Ik heb hem toen bij jou gekocht, uiteindelijk, Ben. Dat was die Mazda. Ja. Maar anders had ik hem bij haar gekocht. En dat was een... Echt, ik ben nog nooit zo goed geholpen. En ik had ook helemaal... Wat je bij een man vaak het gevoel hebt in de autobranche... is dat ze meer pusherig zijn of zo. Snap je? En bij een vrouw... Een vrouw is over het algemeen geïnteresseerd. Ja. En dat is ook belangrijk. Kijk, je bouwt een relatie op met een klant. Zeker als je wil dat die vaker terugkomt. Ja. Dus dan, als je eerst interesse toont... Mensen praten het liefst over zichzelf. En zeker als je ergens naartoe gaat... dan heb je niet zoiets van... ik ga naar de showroom om het verhaal van de autoverkoper te horen. Nee, dus je gaat erheen... Wat zijn je wensen? Waar voel je je fijn bij? Wat voor type auto zoek je? Want je hebt ook voor ieder mens een ander type auto. Want de een vindt een Duitse mooi, een ander vindt een Franse mooi. En over smaak valt niet te twisten natuurlijk. Dat is iets wat bij iemand past. Je zou het ook over diesel, iets met diesel vertellen, hè? Nou ja, we hebben momenteel een enorme stijging zeg maar, in de verkopen van diesels. Ja. Of tenminste voorraad diesels ook. Gaat die wet natuurlijk, die nieuwe wet in. Er worden fors duurder, hè, die auto's. Ja, en we hebben gewoon weinig benzineauto's staan. En je kunt ook gewoon weinig benzineauto's krijgen. Gewoon voor een goede prijs, je kunt ze wel krijgen. Maar dan zijn ze of te duur. Maar de vraag naar benzine, die is er wel. En met de komst van elektrische auto's natuurlijk. Dus we hadden het net even, toen we net even bij zaten te praten erover. Dat afgelopen jaar zijn er een stuk meer
benzines verkocht, maar ook een stuk meer elektrische auto's. Ja, en diesel is een beetje uit de gratie. Want jij bent onlangs van een diesel naar een benzine gegaan. En toch valt het een beetje tegen, hè? Nou ja, dat koppel ligt gewoon anders van zo'n motor. Ik bedoel, ik heb hetzelfde type auto, maar nu in een benzine. En dan merk je gewoon dat die anders reageert. Minder fel is. Hij heeft minder fel, voor mijn gevoel. Dus. Ja. Een benzine? Ja. Grappig, hè? Want vroeger was het echt andersom. En zeker van het merk wat ik heb, dat komt uit de motorsport. En dan had je in dat type had je een zescilinder in één keer. Dat gaf veel meer power ook. Ja. Ja. Maar goed, dat zijn technische dingen. En ik heb zelf ook... Dat praat anders met een man dan met een vrouw ook, eerlijk gezegd. Maar, dat is positief stom, of negatief? Nee, ik vind het eigenlijk wel positief. Ja. Zullen we even de actualiteit een beetje inhaken? Want vanmorgen was het nieuws dat in Frankrijk zelfsturende of zelfrijdende auto's... De weg straks op alle wegen worden toegelaten. Ja. Franse auto-industrie hoopt daar... de Chinezen zijn er natuurlijk heel druk mee bezig. Maar de Fransen hopen daar ook een flink aandeel in de wereldmarkt mee te krijgen. Nou ben ik altijd zo van Franse auto's. En juist die kleine technische dingetjes, dat is nogal gevoelig, hè? Renault, Peugeot, Citroën. En nou willen ze uitgerekend zijn van die zelfrijdende auto's. Het is nu een stuk beter, hoor. Ja, is dat beter? Echt waar. Tenminste, wij kunnen dat met de tweedehands auto's. En dat zal Johan ook hebben. Wel merken dat je vanaf 2014, 15 zitten ze gewoon goed in elkaar. Mm-hmm. Maar ze willen inderdaad... het doel is een beetje tussen 2020 en 2022 dat het echt definitief de weg op gaat. Maar de proeven gaan nu, die zijn al bezig, maar die worden nu... nog verder geïntensiveerd. Moeilijk woord. Maar het doel is gewoon CO2 terugbrengen. Verkeersveiligheid. En met name de doorstroming. Dat ze daar in Frankrijk met die Route du Soleil en al dat soort wegen. Ja, dat loopt natuurlijk regelmatig vast. Mm-hmm. Wat moet je dan zelf nog doen eigenlijk als je in zo'n auto zit? Niks? Nou, je bestemming is zeggen waar je naartoe gaat. Ja. Dat is het enige. Ja, Siri. En je hoeft ook helemaal niet meer op te letten. Want laatst met die Tesla's natuurlijk nog, dat is natuurlijk niet zo goed afgelopen. Nee, die Tesla's gewoon van die vrachtauto, vanwege de kleur. Mm-hmm. Dus de computer zag de vrachtauto niet en daardoor een dodelijk ongeval. Ja, nou, het zou je maar gebeuren. Ja. Ja. Maar je moet altijd zelf als er moet iemand in die auto natuurlijk toch hoofdverantwoordelijk zijn, hè? Voor als er iets misgaat of om in te kunnen grijpen. Ja, heb ik ook wel zoiets. Wanneer ga je dan ingrijpen? Ja, precies. Hoe lang wacht je af van, oh, dit komt wel goed? Met cruise control. Je hebt zo'n adaptive cruise control. Ja, vind ik heel irritant. Die remt op een bepaald moment. Maar dan denk ik ook van, wat als die nou een keertje niet doet? Zo zit ik in de auto dan. Ja. Dus ik zit ook met zo'n zelfrijdende auto. Ik zou het leuk vinden als ik er 100% op kon vertrouwen. Maar dat vertrouwen is er nog niet, omdat het tekort is. Ja, maar hebben jullie dat niet? De autorijden is ook een emotie. Zit ook erin. Ja, absoluut. We zijn de laatste jaren natuurlijk al heel erg gedaald in motorvermogens en dat soort zaken. Vroeger wilde iedereen een 2 liter minimaal. Dat was nog wat dat je een 2 liter had. Ja precies. En geluid. En nu, het wordt steeds lager, het motorvermogen natuurlijk. Ja. En het koppel blijft wel hoog. Dus de kracht blijft wel in de auto. Maar ja, ik hou wel van een beetje power in de... Beetje geluid uit de knalpijpen hebben. En ook gewoon, als je in je auto stapt, je denkt, lekker, ga even lekker een stukje auto rijden. Gelukkig hebben de nieuwe auto's dan wel allemaal standjes. Dat je kan gewoon economisch rijden. Of sportief. Je kan op sport zetten en dan ook alle begrenzingen eraf en zo. Ja. Dat soort dingen. Dus ja. Die mogelijkheid wordt dan wel. Dat vind ik ook wel de lekkerste stand, moet ik wel zeggen. Die sportstand. Vind je ook niet? Die sportstand. Ja, vind ik echt wel, ja. Ja, maar de auto die jij rijdt, ik weet toevallig welke auto je rijdt, omdat we het er net over hadden. Ja. Dan vind ik hem bij langzame snelheden, vind ik hem ook een beetje jager. Ja, dat is waar. Kijk, dan moet je hem op comfort snelweg zetten. Op de snelweg is het lekker, maar in de stad dan... dan moet je hem gewoon op econoom zetten. Ja. Dan is het ook wat trager. Ja, comfort vind ik dan. Want het econoom, dat vind ik weer net te traag. En dan doet je airco ook niet goed, want het wordt allemaal aangepast dan. Hè? Ja. Door bloedheid in de auto met dit soort dagen. Nou ja, goed, maar het bespaart wel weer brandstof. Ja. Dat vind ik dan ook wel weer een gedachte erachter. Maar ik heb eens een keer... vrouwen over nadenken als ze bij ons in de showroom komen. Die zijn daarmee bezig. Gewoon, en die willen ook juist meer comfort, zeg maar. En die hoeven vaak minder te bouwen. Dus tenminste, dat wil ik ze niet over één kam scheren, hoor, want daar hoor ik ook niet bij. Maar goed, vrouwen staan wel anders weer in het comfort van een auto als een man. Ja. Ja. Daarom moet je ook altijd een vrouw meenemen als je een auto gaat kopen. Ja, als je een partner hebt. Absoluut. Maar die let op heel andere dingen. Bepaalde kleur, En toen ik echt nog vol in de autoverkoop zat, als er een vrouw bij was, werd ik... Ja, ik richtte me eigenlijk altijd op de vrouw. Vrouwen die voelen zich toch de bepalende factor, zeg maar. Nou, en als het met de vrouw oké was, dan was de man ook gelukkig.
En die ging lekker zijn auto uitzoeken. En die vroeg op een gegeven moment van, nou, welke kleur moet het worden? Nou, en dan als zij een kleur riep, dan was het klaar. Je doet net of ze mee mag bepalen. Ik vraag me nog wel tot slot eventjes af waarom het eigenlijk nodig is dat al die auto's zelfrijdend moeten zijn. Want het is eigenlijk voor het eerst sinds jaren dat er meer ongelukken op de fiets zijn gebeurd dan met auto's op de weg. Ja, dus, met name meer dodelijke slachtoffers. Ja, dodelijke slachtoffers vooral, ja. Want auto's worden gewoon steeds veiliger. Ondanks dat iedereen zit te appen, hè? Ja, goed, dat gaan ze nou... Ook op de fiets. Ze willen dat, ja, ook op de fiets, ja. Dat maar daar is dan niet verboden. Ja, nee, maar auto's worden gewoon steeds veiliger. Ik bedoel, ik zal het afkloppen, maar zelf ooit één keer een flinke aanrijding gehad. Dat was dus, zeg maar, 2 jaar terug. Mm-hmm. Toen had ik aan de auto 28.000 euro schade. Ja. En ik stapte er gewoon uit. Ja. Nou, dat was, ik heb die foto's gezien toen nog, volgens mij. Dat was vroeger gewoon ondenkbaar. Dan zat je zelf ook helemaal in de kreukels. Nee, maar, Rico Verhoeven had van de week ook een aanrijding. Oké. Okay. Ja, met zijn 1 week oude auto. Hij had niks. De andere auto, die was totaal los. Ja, goed, het zegt meer over de auto. En waarvan was dat? Een Range Rover, toch? Ja, een hele grote Range Rover. Ja, ja. Dat is leuk. Dan klap je achter op de auto en denk je... Ah, shit, waarom trapt die gozer op zijn rem? Stapt Rico Verhoeven uit. Nou ja, als je nou wat anders wil. Ik zag toevallig dat Rolls-Royce komt ook met een Jeep. Ja? De Cullinan. Oh. En dat wordt echt een mastodont van 2700 kilo. Ja. 2,20 meter breed. Kost dat? Dat is leuk, hè? If you have to ask, you can't afford it. Oké. Toy Story. Dus Johan de Ritsma. 4 ton. En Ben, jongens, heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Dag.